Hey, ik ben Chester en welkom bij een nieuwe video. Hier op mijn kanaal Chester en vandaag heb ik jullie een review van mijn nieuwe toetsenbord, namelijk de Razer Black Widow Chroma. Jullie zien hem hier ook een beetje al blinken natuurlijk, want zoals jullie weten is het een mechanisch toetsenbord. Dat kan je ook wel horen natuurlijk aan de toetsen. En er zitten natuurlijk macro keys op en macro keys zijn natuurlijk heel erg gewild. Onder bijvoorbeeld de gamers, et cetera. Dus ik ga voor jullie vandaag een beetje dit ding reviewen. Ik laat straks ook de software zien waar je dingen mee kan aanpassen. Maar eerst mijn mening van het toetsenbord. Zoals jullie hier al zien, jullie zien een beetje een kleurverschil hebben natuurlijk. Nu staan de lichten ook heel erg aan. Dus dadelijk zet ik de lichten even uit, waardoor jullie goed zien hoe de kleuren eruit zien natuurlijk. Nu staat hij op rainbow swipe, dus dan gaat de kleuren gaan, zoals je ook ziet, zo, of de andere kant op ligt, even aan hoe ik nu naar de camera kijk, gaan ze zo, maar hier, bij mij gaan ze zo. En door middel van FN en 1 bijvoorbeeld in te klikken, kan jij een verschillende layer toevoegen of iets. Ik weet niet precies hoe je dat goed uitlegt, maar je moet eerst in de software, moet jij een soort van kanalen maken, daar moet je aan zien. Dus FN1 is bij mij, zoals je hier ziet. Ik zal mijn camera iets meer draaien, dan kunnen jullie iets beter zien. Zo. Nu kunnen jullie goed zien hoe dus dit eruit ziet. Nu staat hij op rainbow vast. Zo heb ik hem dus op dit moment genoemd. Zo ziet gewoon de kleur van de regenboog, alleen niet bewegend. En dat is bij mij F1. Zodra ik hier de F-toets inklikt en F2, zien jullie de bewegende regenboogkleuren. En ja, die is zo natuurlijk wel heel erg chic. Maar het enige nadeel is, als je bijvoorbeeld aan het gamen bent, kan hij je heel erg afleiden. Dit is gewoon leuk als je bijvoorbeeld gewoon eventjes niks te doen hebt en even wat decoratie in mijn kamer wil of iets dergelijks. Kan ik dit doen, maar ik heb nog iets meer kanalen aangemaakt natuurlijk, dus die ga ik nu ook laten zien. F3 is een fade kleur, dus hij gaat steeds om een paar seconden naar een andere kleur. Dat ga je daar ook goed zien. Nu wordt hij langzamer aan rood en hierna wordt hij geel. Kijk, je ziet het best wel goed verschijnen. Deze, die jullie niet zien, is een witte kleur, waar ik deze witte kleur heb. Bijvoorbeeld als ik s'avonds of 's nachts ga editen en de lichten staan hier uit, dat ik gewoon de toetsen helder en goed kan zien. En ja, ik hou wel van een witte standaard kleur, dus dat is best wel mooi. En dan hier F5. Nu staat hij uit. Maar het mooie aan deze is, zodra ik begin met typen, gaan mijn toetsen uit elkaar en in elkaar. Dus ga je nu niet zien. Zien jullie dat? Je ziet dat hij dingen typt. Dus, ik ga nu even voor jullie de lichten uitzetten. En dan alles filmen, dus dat gaan jullie nu zien. Alright, op dit moment zijn alle lichten uit. Het enige lichtje wat je hier ziet is van mijn muis, dus dat zie je hier. En dit is de ene stand die ik jullie wou dus laten zien. 3, 2, 1, dan komt hij. En als je ziet, gaan de kleuren zo over van dingen. Dus als je zo typt, krijg je een heel kleurenballet te zien, wat best wel awesome is natuurlijk. Alleen ja, het leidt zoals ik al zei best wel erg af. Dus tik je hier, dan gaat hij naar die kant en tik je tegelijkertijd, dan gaan ze terug. Dus als je ziet, krijg je zo'n heel mooi dansverstijn. Dus als je een beetje snel bent met typen, dan ziet het er best wel awesome uit. Want dan krijg je natuurlijk gewoon zo'n layer effect. Maar nu laat ik even alle layers zien met de donkere kleur. Dus hier zo. Dit is de eerste. Dit is de tweede. Dus de regenboog die beweegt dus. Best wel mooi is deze ook. Dus de fade kleur. Dus dat hij steeds van een andere kleur fade. Zoals je ziet gaat hij ook van een andere kleur naar een andere kleur. En dit is de witte kleur. Dit is dus die ene kleur die ik net liet zien aan jullie. Maar ja jongens, ik ga nu eventjes voor jullie naar de software toe om te laten zien hoe die software werkt. Nou, zoals jullie hier zien zijn we in de software beland van dus de Razer keyboard. En zoals je hier al gelijk ziet, zie je mijn profiles. Bewegende rainbow, dat is natuurlijk die ik al hiervoor heb laten zien. De kleurverandering is de fade. De rainbow fast is die dat de regenboog niet op reageert. De reacting is zodra ik typ dat die kleurtjes voorbij komen. En de white knight is zodat het 's nachts wit is en gewoon chill is voor mij. Wat je dus gaat doen om bijvoorbeeld een nieuw keyframe aan te maken, is je drukt op plus en je noemt er bijvoorbeeld opname. Terwijl je dit doet, verandert je kleur gelijk van toetsenbord naar de fade. Dus je moet niet schrikken, dit hoort erbij. En zoals je hier ziet, shortcut FN6. Zodra ik hier dadelijk weer op FN6 druk, ga deze naartoe. Oké, je hebt dit opname, dan ga je naar Lightning en klik je hier op Chroma Configurator. Wat je nu ziet is dit groen, dat betekent dat alle keys zijn geselecteerd. Dus als ik nu deze doe naar Wave en ik doe bijvoorbeeld niks veranderen, ik doe Apply. En dan gaat hij naar de Rainbow Wave die jullie als tweede zagen, dus de bewegende keyframes. Dan wil ik niet, ik wil bijvoorbeeld Reactive en dan doe je Apply, dan is hij weer zwart. En dan zodra je tikt, ligt alleen dat lettertje op. Dus bijvoorbeeld, welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal. Dan zie je alleen de lettertjes die dus bewegen.
Maar je kan ook veel meer dingen doen. Je kan hier FN keys bijvoorbeeld, dat alleen de FN keys dat doen. Maar meestal gewoon al. Of zodra je dit doet hier, je klikt even op het toetsenbord, al. Nu is niks geselecteerd, maar zodra je dit doet, selecteer je bijvoorbeeld deze helft. Die doet dan groen, apply. Deze helft hier is bijvoorbeeld blauw, apply. En zodra je dan gaat tikken, is de helft wat ik net heb aangezet is groen en de andere kant is blauw. Mocht je de rest niet selecteren, wordt het automatisch groen omdat het natuurlijk Razer is. Dus je moet er gewoon eventjes mee kloten. Ik heb hulp gehad van Patrick, dus super bedankt daarvoor Patrick. Maar dit is een beetje hoe je dus met dit ding overweg gaat. Je kan hier gewoon, zoals ik al zei, alles selecteren. Vergeet natuurlijk niet hier je Razer ding aan te passen. Want anders heeft je Razer ding geen ding, maar die, geen kleur. Maar die reageert niet bij Reactive. Als je Breathing doet, je doet bijvoorbeeld dit hier zo rood. Dit hier zo groen. Dit hier, die. Gewoon eventjes wat kleuren aanpassen. Dan heb je dadelijk iets heel mooi. Breathing is dat die, ja, hoe zeg je dat? Hij gaat omhoog. Dus hij geeft licht. En dan gaat weer langzamerhand uit. Dus ja, zoals de ademhaling. En nu wordt hij weer helemaal groen. Dus dat is natuurlijk gewoon super mooi. Oh, dat hebben we niet nodig. Hier zo static, apply. Static is alleen dat het vast blijft staan. Dus dan heb je gewoon een vast beeld van je toetsen. Dus alles groen hebben, doe je static. En dan heb je hier zo alle buttons static, laat maar zeggen. Als je hier even niks wil hebben, dan doe je hier bijvoorbeeld, je wil alleen deze rij. Zo, dit wil je rood. Dit wil je, wacht, we doen even de Nederlandse vlag gaan we maken. Zo, dit willen we rood. Dit willen we een beetje wit hebben. Doe je helemaal hier omhoog. Wit. En dit willen we blauw. Dit ook. Waarom doet deze niet? Dan moet je ze apart keyframen, want sommige pakt hij niet. Doordat er natuurlijk kleurverschil in zit. Deze ook. Deze ook. En dan deze staan natuurlijk op die andere keys ingeschakeld. Dus dan moet je het even op deze manier doen. En dan helpt het wel natuurlijk. Je toetsenbord kan je by the way ook niet van kleur veranderen. Dus dat is een enige nadeel. Althans nadeel. Je toetsenbord heb je toch niet echt een lichtje van nodig. Zo. En als het goed is. Huppakee. FN toets kan niet. Die moet die. En ja, deze moet eigenlijk. Eigenlijk moet deze dingen. Dus die gaan we gewoon niet selecteren. Gewoon color known. Die moeten gewoon zwart. Dus die moet uit. Deze moet ook uit, anders ziet het er niet mooi uit. Zo, apply. Nu heb ik een rood wit blauw toetsenbord. Dus gewoon een Nederlandse shit. Ziet er ook best wel sick uit natuurlijk. Maar hier zit bij dit ding erop. Dus mocht je gelukkig van deze video, laat je blauw duimpje omhoog achterhouden. Natuurlijk enorm. En dan zie ik je morgen weer bij een nieuwe video, jongens. Doei.